Nee, ik sta hier niet op de set van de nieuwste Jurassic Park, want deze gigantische T-Rex is gebouwd van Lego. The Art of the Brick is de expositie waar het allemaal om draait. Dit om te vieren dat de Lego film uitkomt op Blu-ray en DVD. Lego is dus het thema vandaag hier in Amsterdam. Naast al die mooie beeldwerkjes gaat het natuurlijk om Emmet. Wie is Emmet? Emmet is dit toffe Lego poppetje die centraal staat in de Lego film. De speciale. Deze man gaat de wereld redden. Zo speciaal is die. Het enige probleem is dat hij niet zo speciaal is. Dus hebben we een hele gekke, domme Lego film vol hilarische en domme scènes. Nou, en Emmet, die staat ook nog ergens anders centraal en dat vertelt Stijn jullie. Ik ben Stijn Oom. Ik heb dit beeld gemaakt voor de nieuwe Lego Movie. Vandaag is de DVD release. En ja, ik heb ongeveer een maand aan gewerkt. Hij was gisteren pas af, dus ik heb er wel een beetje aan door moeten werken. Hij bestaat uit ongeveer 6.000-7.000 stukjes, gok ik. En hij is 1,22 meter lang. Mocht jij nou benieuwd zijn naar de avonturen van Emmet, koop dan vooral de Blu-ray of DVD van de Lego film die nu uit is. En mocht je dan nog steeds geen genoeg hebben van Lego, dan kun je nog altijd gaan naar de expositie The Art of the Brick.